Toen we aan kinders begonnen, droomde ik altijd van een koningswens. Een zoon en een dochter. En ja, nu zit ik daarin met twee zoons. Maar ik heb me zitten bepijzen, want ondertussen zijn we 2022. Dus dat kan nog veranderen. Op een gegeven moment kan een van die gasten naar me komen en zeggen: pa, ik wil me laten veranderen in een vrouw. Maar het is kwestie van mijn leven, vindt. Eigenlijk die koningswens, zodat ik altijd van gedroomd had, toch? En Brugge kunnen zeggen: ja, dat genderdebat, oh ja, in de hand. Ik vind dat toch maar raar. Of ik ben er voor, of misschien zie je dat zelfs tegen. Dat kan ook. Wat hij niet kan zeggen, over dat genderdebat, is dat het niet interessant is. En ik vind dat super interessant. Ik moet zeggen, ik vind dat super interessant. Als er dan van iets in de gazetten of in de pers of in de media komt, ik moet dat altijd zien. Dus op zondagavond, ik zit in het taboe te kijken, ik kijk naar televisie en die aflevering is nog maar 2 minuten begonnen. En er komt een getuigenis in van een vrouw die hem laat veranderen in een vent. En die vent zegt tegen Filip, ik voelde mij een man geboren in het lichaam van een vrouw. Ik zeg tegen mevrouw, ik zeg, kijk, dat hoor je nu toch dikwijls, hè? Het gaat over transgenders, dat ze zeggen, ik voelde mij een man gevangen in het lichaam van een vrouw, of ik voelde mij een vrouw geboren in het lichaam van een man. Ik zeg, als dat kan, als dat echt waar is, dat de natuur zo dom of sadistisch is, dat ze meisjes laat geboren worden in het lichaam van het verkeerde geslacht. Ik zeg, dan missen ze misschien wel binnen hetzelfde geslacht. Dan ben ik misschien wel een man geboren in het lichaam van een andere man. En dat is op zich niet zo'n rare gedachte, hè? Want ik voel me soms ook veel sportiever en aantrekkelijker dan dat ik ben. Ja. Maar de mensen zeggen, Hans, maar dat taalt niet, hè? Dat taalt niet, hè? Ja, wat taalt er niet? Wat taalt er niet? Ja, nee, Hans, ja, nee, dat is niet zaast, hè? Ja, Hans, als je niet goed voelt in je vel, hè, dan moet je maar een beetje minder eten, of een beetje gezonder eten, of een beetje meer aan sport doen. Dat zeggen we toch ook niet in een vent die hem laat veranderen in een vrouw, hè? Drinkt een beetje witte wijn, zaagt over de strik. Uit lang genoeg vuil, dan gaan we eens in regels krijgen, hè?